ben 46 jaar oud. Ik zit nog steeds in het wereldkampioenschap Tourwagens. Ik ben de langste in de series vanaf 2001. Langer dan Gabriele Tarquini, dan Ivan Muller, dan Huff en eigenlijk de gevestigde orde. En het is natuurlijk hartstikke gaaf om daar ook constant bij te kunnen zitten. Ik bedoel, het is niet makkelijk. Ik doe alles zelf. Maar ja, weet je, ik ben er weer wel. En ik denk dat een hoop mensen zoiets hadden van, huh, waar komt die nou weer vandaan? Ja, jongens, heel simpel. Zolang ik kan racen, blijf ik racen. En ik weet ook wel dat ik niet meer de snelste ben van het hele veld. Don't worry, weet je. Ik ken mijn plekje heus wel. Maar ik moet wel een paar keer die moment of fame pakken. Ik heb natuurlijk goede sponsors. Ik denk dat dat erg belangrijk is. Met die backup kan ik natuurlijk best wel een beetje hier en daar af en toe eventjes de koevoet tussen de deur zetten. Ja, in dit geval is dat gebeurd bij Come2You. Ja, en hoe is dat precies tot stand gekomen? Is dat iets wat bijvoorbeeld al veel langer in de pijplijn zat en wat nu in een stroomversnelling kwam? Of hoe moeten wij dat zien? Dat is een mooi verhaal. We hadden een feestje gehad in Macau, einde van het seizoen. Ik had met Michela Cerruti, met Alfa heb ik uiteindelijk getest. Toen kwamen we op het vliegveld in Macau Koert Mollekes tegen. Dat is mijn oude teamgenoot in het Europese Open Lotus. Hij reed toen met de Marlboro auto en ik met Dutch Racing Promotions. En we hadden die avond ervoor gedronken, dus ik had zeg maar een beetje een kater. Dus ik ging liggen op banken daar op het vliegveld. En toen kwam Koert even praten met mijn vriendin, met Paulien. En zei Paulien, nou, hoe gaat het, dit en dat? En joh, wat gaan jullie volgend jaar doen? Toen zei ze, joh, waarom gaan jullie niet een keer praten? Dus ja, zij was eigenlijk de aanstichter van hoe ik via Koert Mollekes bij Come2You terechtkomt. Want Koert is daar de main engineer. Dus in dat geval hadden we vrij makkelijk contact gelegd. En dan heb je nog niet een gele livery, maar volgens mij een maagdelijk witte livery al testdagen af kunnen werken op het circuit van Zandvoort. Ja, wat zijn de eerste signalen van die auto? Ja, het is een gemiddelde goede auto. De basis is oké. Ik denk niet dat de snelste auto van het veld is, maar ik denk wel dat je hier en daar af en toe kan vlammen. Ja, en zo sta ik er ook altijd wel in, hè. Ik moet mijn moment of fame eventjes een paar keer per jaar hebben en dan is het wel oké. Moeten we dan ook richting een podium denken? Is dat reëel? Ja, waarom niet? Anders doe ik toen niet mee. Als ik thuis kom zonder beker, dan zegt mijn zoontje, papa, heb je wel gerest? Ja, want het is of je hebt een beker, of je bent gecrashed. Nee, weet je, het is altijd gelukt, behalve op vorig jaar na dan. Dus dat is zeker mijn goal. Ik moet bekers mee naar huis kunnen nemen. Moet bekers naar huis kunnen nemen. Nou ja, als we dan de balans wil maken tot slot, als we hier aan het eind van het seizoen weer staan, en waarschijnlijk staan we er gedurende het seizoen ook nog een paar keer, maar aan het eind van het seizoen, wanneer ben jij tevreden over dit project? Als ik alle bekers te pakken heb. Dus dan zetten we hier op het dak eentje met nummer 1, eentje met nummer 2, eentje met nummer 3. En alle extra's, die zijn mooi meegenomen. Afgesproken, dan maken we dan de balans op. Dankjewel.